Hey, ben jij een meisje van 12, 13, 14, 15 jaar en heb je ADD of ADHD of denk je dat je dat hebt? Dan is dit een filmpje voor jou. Ik ben Katelijne Wildfrank en ik heb een boek geschreven over ADD, Hoe haal je het uit je hoofd? En wat ik soms zo verdrietig vind, is dat mensen met ADD dan te horen krijgen, ja, maar maak gewoon lijstjes en hou je eraan en je moet gewoon beter je huiswerk plannen. En je moet gewoon niet zo druk praten. Praat eens wat rustiger. Of als je het je niet lukt om te vertellen wat je denkt en wat je voelt. Je moet gewoon zeggen, je moet gewoon hulp vragen. En dan denk je, ja, jemig, als het zo makkelijk was, dan had je dat natuurlijk al lang gedaan. Dus dit filmpje gaat over laat je niet gek maken, want je bent te gek. Waarom? Omdat je gewoon een hartstikke heel erg leuk mens bent. Dat weet ik heel erg zeker. Omdat eigenlijk iedereen met ADHD of ADD iets in zijn brein doet waar ik stapeldol gek op ben. Oké, dit filmpje is niet dat ik zeg van, vanaf nu mag je gewoon overal te laat komen en je maakt je huiswerk niet meer en je maakt er een zootje van. Maar dit filmpje gaat er wel over dat je er niet komt door alleen maar te luisteren naar volwassenen die tegen jou zeggen, je moet gewoon. Nou, wat je allemaal moet. Waar heeft dat mee te maken? Ten eerste, kan het zijn dat jij een visueel brein hebt? Als jij een visueel brein hebt, dan denk je in plaatjes. En plaatjes, misschien ken je dat wel, dat je iets bedacht hebt en van binnen is het al helemaal af en klaar en zie je het zo voor je. Ik heb dat als ik een boek wil schrijven of zo. De boek is in mijn hoofd al af en dan moet ik het allemaal nog gaan zitten typen en dat vind ik dan bijna gedoe, want in mijn hoofd staat het klaar. Beelddenkers hebben het probleem dat het in hun hoofd afklaar mooi is en dat dan de rest van je systeem denkt, ja, maar moet ik nou ook nog wat gaan doen? Want dat werkt toch niet. Dus in je hoofd is het een fantastisch plaatje en als je gaat nadenken over, en als ik dit nou ga uitvoeren, als ik bijvoorbeeld, weet ik veel, je hebt met stof bedacht dat je daar iets heel leuks van kan gaan knutselen. Of je moet voor een project moet je maquetten maken. Of je zit op schilderles en je denkt van, ik heb echt een prachtig doek in mijn hoofd. Maar tussen dat je het verzonnen hebt en dat het wat wordt, ja, in dat proces stop je al zo'n beetje, want je denkt, het wordt toch nooit zo mooi. Ouders zeggen dan over hun kinderen, ja, ze zijn niet gemotiveerd of ze zijn lui, maar je bent niet lui, je bent een beelddenker. De oplossing heb ik niet 1, 2, 3. Je moet gaan leren om die onderhandeling tussen die delen in je hersenen, dus dat deel dat dat beeld heeft en denkt, tadaa, dit is mooi, af, klaar, niets meer aan doen. En dat deel dat dan zegt, ja, dan kan je wel aan de slag gaan, maar het wordt toch niks. Dus laat maar. En dan ga je weer YouTube-films kijken of zo. Dat die twee beter gaan samenwerken, zodat je wel dingen gaat doen. Nou, zomaar, dat is één. Dan heb je ook nog denkdenkers. Dus we hebben beelddenkers gehad. Misschien ben je een denkdenker. Denkdenkers kunnen zo fucking veel gedachten maken. En al die gedachten zijn nooit helemaal af. En ergens heeft je brein bedacht, als ik nou nog even doordenk, dan is het straks wel af. En zo blijf je piekeren en blijf je denken. En daar kom je niet uit. En op een gegeven moment heb je het idee dat je een soort denkdiarree beland bent. En dat er zoveel gedachten in je hoofd zijn. Dan ga je van wakker liggen, dat heet piekeren. Je gaat vriendinnen van alles vertellen. En ze denken, waar ben jij nou allemaal mee bezig? Doe niet zo druk. Dus dan heb je een denkdeel van je brein wat veel te veel doet. En wat je dan nodig hebt, is dat dat voeldeel aangezet wordt. Wat hartstikke goed is als jij zo'n denkdenker bent, zijn dingen als paardrijden. Sporten, knuffelen, dingen waar je lichaam mee bezig is. Dan kan iedereen wel zeggen, ja, maar je moet niet zoveel tijd besteden op die manege, of je sport te veel, of je knuffelt te veel met je vriendje. Maar dat heb je nodig om in balans te blijven als tegenhanger voor al die gedachten. Dus een denkdenker heeft heel veel voelen nodig eigenlijk om de boel weer een beetje in balans te krijgen. Nou, dan hebben we nog, ja, ik zit zo af en toe even te spieken. Dan hebben we nog de voeldenker. De voeldenker kan ook dik in de problemen komen. Hoe dan? Voeldenkers voelen vaak heel erg goed wat andere mensen voelen. Dus dan pak je stemmingen van anderen. Dat doe je met spiegelneuronen. Dat is een stukje in je hersenen dat voelt wat anderen voelen. Dus als jouw vriendin, je beste vriendin, een beetje is, maar dat doet alsof het allemaal niet aan de hand is, dan voel jij dat.
als je iemand vraagt, heb je zin om dat en dat te doen? Zeg, ja, leuk. Maar die denkt van binnen, dan voel jij dat. Dus dan is de wereld best wel ingewikkeld als er wat mensen zeggen en wat mensen voelen niet met elkaar hetzelfde is. En dan zeg jij, moet ik nou naar die luisteren, moet ik nou naar die luisteren? Dan wordt het druk. Dus wat je dan moet gaan leren, is het verschil te maken. Ten eerste, van wat is nou van mezelf? Weet je, als ik met een heleboel chagrijnige mensen in één kamer ben, word ik ook heel chagrijnig. Maar dan ben ik eigenlijk zelf niet chagrijnig. Dan pak ik dat allemaal op. Als ik met allemaal mensen ben die allemaal helemaal joepie joepie zijn, dan word ik ook joepie joepie. En soms dus een beetje te. Dus wat is van jou en wat heb je gewoon gepakt van andere mensen? Dus eigenlijk heb je drie breindelen die hartstikke nuttig zijn, die allemaal ook heel belangrijk zijn. Maar als één van die drie te veel doet, raak je in de problemen. Die problemen maken dat je als het ware een beetje overloopt. Dus je hebt te veel beelden in je hoofd en je weet niet hoe je dat om moet zetten in de praktijk. Je hebt te veel gedachten en je kan ze niet stoppen of je voelt zoveel en je krijgt dat niet weg. Dan zit je vol. En dan kan iemand wel zeggen, wat is je planning voor vandaag? En heb je het nou al op een rijtje? Of dan kan iemand zeggen, ben je nou al voor de zoveelste keer je gymspullen kwijt? Leg ze gewoon eens op dezelfde plek. Of al dat andere wat we dan, wat een beetje als gezeik voelt. Waarom voelt het als gezeik? Omdat het je niet lukt. Nou, ik ga niet zeggen, dus stop er maar mee met je gymspullen op zijn plek hebben en je toetsen op tijd leren enzovoort. Maar volg je eigen weg. Ga eerst ook kijken naar die andere dingen. En ik ga meer filmpjes voor je maken over, want zo makkelijk gezegd, volg je eigen weg. Ik ga meer filmpjes maken over hoe jij in die wirwar van al die volwassenen die allemaal taakgerichte dingetjes tegen je zeggen. Je moet dit, je moet dat en dan komt het goed. En jij denkt, ja, maar het komt helemaal niet goed. Het lukt me niet. Ik ga je er doorheen loodsen. Dat je blijer wordt met hoe jouw hoofd werkt. Dat je ervan gaat genieten. Dat je gaat geloven dat ook al heb je een diagnose of ben je bezig met een diagnose. En dat mensen zeggen dat je dan gaat denken van, ben ik dan gek of zo? Nee, je bent niet gek. Je bent te gek. Zie ik je gauw weer? Oh, en dit is natuurlijk veel te lang filmpje, hè? Maar ja, ik heb zoveel te vertellen. Bye!